de natuur is de zon de belangrijkste energiebron. En wetenschappelijk, economisch is die zonne-energie ontzettend belangrijk. En de zon is van niemand. Ja, dus we kunnen ook samen, juist, kunnen we die zon gaan gebruiken voor onze energie. En dit is nou zo'n mooi burgerinitiatief Wageningen op Zon, waar we dat met z'n allen hebben gedaan. En daar ben ik heel erg trots op. Stichting Zonne-Energie Wageningen is in 2011 opgericht op initiatief van de gemeente Wageningen. Er werken veel Wageningse bedrijven, organisaties, instellingen en burgers samen met als één doel de realisatie van zoveel mogelijk zonne-energie. Marin vond het een maatschappelijke verplichting om zelf eerst een stuk van haar dak te benutten om een zonnestroominstallatie te plaatsen. Maar we hebben nog zoveel meer dak dat wij het goed vonden om dat voor de inwoners van Wageningen ter beschikking te stellen. Je ziet dat veel mensen in Wageningen zonne-energiepuntdaken willen plaatsen. Er zijn ook mensen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. En voor die mensen bieden we een alternatief. Samen met Marin hebben wij gekeken naar wat zijn verschillende manieren om zonne-energieprojecten op het dak van Marin te realiseren. Verschillende fiscale of juridische constructies hebben wij daarbij onderzocht. Nou, een van de manieren waar we opkwamen is via een zogenaamde projectcoöperatie, waarbij een coöperatie specifiek voor een zonne-energieproject wordt opgericht. Nou, in de coöperatie hebben zich 78 huishoudens verenigd die gezamenlijk de investering hebben opgebracht voor dit zonne-energiesysteem van 722 zonnepanelen. En de stroom die daarmee opgewekt wordt, wordt via energieleverancier Current geleverd. En de opbrengsten daarvan, die wordt jaarlijks weer uitgekeerd aan de leden. Kijk, als een partij als Marin gewoon open staat om dat dak ervoor te gebruiken, dan komt zo'n project er ook. Het zonnedak is een succes. Het is het eerste coöperatieve zonne-energieproject van Wageningen. Het is ook een van de allereerste coöperatieve zonne-energieprojecten van Nederland. Daar zijn we erg trots op en we zijn heel blij dat we samen met Wageningen op Zon en Marin dit project hebben kunnen realiseren. Het is mooi dat je ziet dat burgers met veel enthousiasme nu verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen energievoorziening. En dat dat ook in samenwerking met partijen als Marin ook voor elkaar komt. Dat smaakt naar meer op naar het volgende project.